Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is uw eerste reactie eigenlijk op dat bericht van Eurostat over die recessie in de eurozone? Nou ja, ik denk dat dat gaat betekenen dat het kabinet de vangrail gaat raken. Het is eigenlijk heel interessant. Ik heb vanochtend nog even in die voorjaarsnota zitten neuzen. En dan zegt minister Kaag zelf, we varen heel scherp aan de wind. Het is eigenlijk al bijna niet verantwoord wat we aan het doen zijn qua uitgaven. Hmm. Grootste uitgavenexpansie sinds kabinet Den Uyl uit de jaren 70 van de vorige eeuw. Je ziet tekort bijna continu boven de 3% van het BBP. Ja. En dat is allemaal in de veronderstelling dat de economie blijft groeien. Met zo'n 1,5 tot 2% per jaar. Nou, ik denk dat dat niet gaat gebeuren. Het kabinet heeft al moeten bezuinigen in de voorjaarsnota. Ik denk dat er een echt een meer fundamentele herijking zal moeten plaatsvinden van het regeerakkoord. Juist. Wil men dit tot een goed eind brengen. Dus u zegt met de berichten van vandaag en ook de voorspellingen van het Centraal Planbureau, het kabinet stuurt niet meer dicht langs de vangrail zoals de Raad van State zegt, maar is er tegenaan geklapt. Ik denk dat het al aan het schuren is in ieder geval.